Welkom bij deze lezing van Summa Generale en van SUBEST Delft. Dit is een onderdeel van de lezingenreeks Decolonizing Knowledge. Vind ik nog een beetje lastig om te vertalen naar het Nederlands. Het decoloniseren van kennis, als ik het goed zeg. En dit is onze laatste activiteit voor de zomer. Mijn naam is Klaas van der Tempel en naast mij staat Precious Sadhu. En Precious gaat ons meer vertellen over de lezing vanavond en natuurlijk over de gast die we hebben uitgenodigd. Goedenavond allemaal, ik ben Precious, ik ben de voorzitter van SUBEST Delft. En ook namens mijn vereniging wil ik jullie van harte welkom heten. Dit is ons eerste fysieke event, dus het is een beetje spannend, maar vooral heel gezellig. Vanavond hebben we een hele speciale Kitty Kotti lezing op de planning. Het wordt verzorgd door Tessa Liusha, rechtstreeks uit Suriname. Welkom Tessa. Zij is een Surinaams-Nederlandse schrijver en documentairemaker door middel van romans en andere boeken. Vertelt ze de geschiedenis van Suriname en ook de multiculturele samenleving die daarbij komt kijken. Dat zal ze ook vanavond doen, want we zullen het hebben over het koloniale verleden van Suriname. Met name het slavernijverleden, de effecten op het nu en de link met Nederland. Na de lezing is er een kans om vragen te stellen. Voor de fysieke deelnemers zullen we het ook gezellig afsluiten met een borrel. Ik ben heel erg benieuwd. Ik hoop jullie ook. Dus ik zal jullie niet langer ophouden. En ik geef het woord aan Tessa. Dankjewel, Precious. Fijn dat ik bij jullie mag zijn. Op afstand vanuit Suriname dus. En jullie zitten in de Oranjezaal. Heb ik goed begrepen? Nou, hoe toepasselijk is dat? Want ik wil jullie graag meenemen naar Suriname. Naar het Suriname waar ik woon. Vooral naar het verleden van Suriname. Nou, als we het hebben over Suriname, de laatste jaren is Suriname behoorlijk in de belangstelling gekomen. Waar het gaat over het koloniaal verleden. Maar Suriname is natuurlijk ook gewoon een land. En daarmee bedoel ik dat het met het land is begonnen. Het is een heel groen en waterrijk land. En Europeanen gingen aanvankelijk in de middeleeuwen op zoek in dat land naar El Dorado. El Dorado zou de gouden stad zijn. De stad waar het goud voor het oprapen zou liggen, dat geloofde men werkelijk. En men trok dus diep Suriname in, maar ook de buurlanden, Guyana en het zuiden van Brazilië, om daar te zoeken naar die gouden stad. Die werd niet gevonden, maar wat wel werd gevonden, wat werd ontdekt, was dat het land heel vruchtbaar is. Je kon er een stok in de grond steken en voordat je het weet kwamen er bladeren aan. En het werkelijke goud van Suriname bleek dus gewoon de bodem te zijn. De ontzettend vruchtbare bodem. En ik wil jullie heel graag een heel kort filmpje laten zien. Dat je een indruk hebt van hoe Suriname eruit ziet vanuit de lucht. Groen en waterrijk. Ja, hier zie je een plantage die nu nog bestaat. Deze plantage heet Frederiksdorp. En plantages lagen aan de rivieren. Je ziet hoe waterrijk, dit is het kustgebied van Suriname, je ziet de monding van de rivier aan de rechterkant. En eigenlijk vanaf het noorden van Suriname, vanaf de kust aan de Atlantische Oceaan, stromen verschillende rivieren landinwaarts. En dat was een hele goede plek om plantages aan te leggen. Je hebt nu al een beetje een indruk hoe dat eruit ziet aan de kust. Dit gebied is in cultuur gebracht, dat wil zeggen dat dit hele gebied... dat het plantages waren in het hele gebied. In totaal waren er meer dan 500 plantages in Suriname. En die werden aangelegd aanvankelijk aan de bovenloop van de grote rivieren. De Suriname rivier is daar één van. En de rivier die hier zit is de Kommerwijnen rivier. Nou, die plantages waren rechthoekige stukken grond. Naast elkaar uitgegeven. En zo werd, toen het land ontdekt werd als een vruchtbare bodem, een uitstekende plek om landbouw te bedrijven, zo werden er steeds meer gronden uitgegeven. Ja, en dan komen we eigenlijk gelijk bij de kern van het land Suriname als bedrijf. Suriname werd door Europeanen, eerst door de Britten, door de Engelsen, die Suriname veroverden, en later door de Nederlanders, vanaf 1667. Suriname werd gezien als een onderneming. En zoals je nu aandelen zou kunnen kopen in een bedrijf, zo kon je ook je inkopen in het bedrijf Suriname. Dat deed de stad Amsterdam en dat deed een belangrijke familie van aartsen van Sommelsdijk.
En die zagen Suriname dan ook als een bedrijf. En die gaven gronden uit aan kolonisten, mensen die daar hun geluk wilden beproeven in die landbouw. Nou, en die plantages, dat waren cacaoplantages, koffie, suiker en ook katoen. Nou, en al heel snel deed het probleem zich voor, wie gaan die plantages bewerken? Hè? Voor die landbouw heb je ongelooflijk veel arbeidskrachten nodig. Nou, er woonden al mensen in Suriname. Hè? Tot een tijdje terug werd er vaak gezegd dat een land werd ontdekt. Nou, dat is natuurlijk onzin, want in alle landen woonden er al mensen. En dat waren in Suriname inheemsen. En vroeger heetten die Indianen ter onrechte. En nu noemen we ze inheemsen of naar de naam van hun stam. Arawakken, Caraïben. En er waren nog meer stammen, ook die boven in het zuiden van Suriname, wij noemen dat bovenland, woonden, zoals de trio. Die mensen die pleegden in eerste instantie handel met de nieuwkomers, hè, met de Nederlanders. Maar later werden die ook tot slaaf gemaakt, omdat er een grote vraag was naar goedkope arbeid. Wat belangrijk is om te weten, is dat er vanaf het begin af aan van de kolonie Suriname is een verzet gepleegd. Mensen die zich lieten koloniseren, die deden dat niet tam en mak, maar die hebben vanaf het begin af aan verzet gepleegd. En zo ook de inheemse, die de strijd aanbonden met plantagehouders, die overvallen pleegden op plantages. En die probeerden de nieuwkomers uit hun gebied te verdrijven. Nou, dat was in zekere zin succesvol, zodanig dat er al vrij vroeg een vredesverdrag met de inheemsen werd afgesloten. En dat er werd uitgekeken naar nieuwe arbeidskrachten. Nou, zoals jullie waarschijnlijk allemaal wel weten, werden die gevonden in Afrika. En ontstond de transatlantische slavenhandel. Dat was een enorm bedrijf waar ook ongelooflijk veel mensen hun geld in verdienden. Dat was de WIC, de West-Indische Compagnie, die slavenhandel dreef met de nieuwe wereld. En vanuit bijvoorbeeld een depot op Curaçao slaven verder vervoerde naar wie daar vraag naar had. Waaronder slavenhouders in Suriname. Misschien kunnen we even twee foto's bekijken van plantagehuizen die op plantage Frederiksdorp staan. Er zijn niet heel veel van dit soort woningen meer over, historische woningen. Om een indruk te geven van hoe mensen aan de slag gingen op zo'n plantage en hoe ze voor zichzelf woningen bouwen. Dit is de directeurswoning. Die is uit 1747. En dit is de originele woning die er nog steeds staat. Nou, voor toen was dat een voorname woning. Hij staat aan de rivierkant. Dat kunnen we straks misschien ietsje beter zien in de volgende foto. Wat bijzonder hieraan is dat je voor dat huis zie je een droogvloer. Dit is een originele koffiedroogvloer, nog uit de 18e eeuw. Slaafgemaakte, die plukte de koffiebessen. Dit is het vooraangezicht van het huis met een bakstenen stoep. Die bakstenen werden in schepen als ballast uit Europa vervoerd naar de kolonie. Daarvan werd het fundament van zo'n huis gebouwd. De rest van de woning was van hout. En dat hout werd overal in Suriname natuurlijk aangetroffen. Dit was een voorname woning. Hier woonde de directeur. De eigenaren van plantages woonden meestal in Nederland. Die waren de geldschieters. En op de plantages zelf hadden zij directeuren wonen, ook Hollanders, die de slavenmacht aanstuurden en het reilen en zeilen op een plantage bewaakten. Van de slaven vertrekken is niets meer over. Die waren verderop op de plantages gelegen en daar woonden de mensen bij elkaar die op de plantages werkten. Dankjewel. Dus een beetje om een indruk te geven van hoe ziet het eruit. Er is niet heel veel meer bewaard gebleven, maar je kunt ook op bepaalde plekken nog de infrastructuur van zo'n plantage bekijken. Waar de velden lagen, de bedden en waar de afvoerkanalen voor irrigatie lagen. Nou, ik had het al over het verzet wat vanaf het begin af aan gepleegd is. Ook tot slaafgemaakte vluchten in grote getalen van de plantages. En ze hielden zich afhankelijk op. Achter de plantages grenst aan de achterzijde
aan het bos en aan ook vaak moerasachtige gebieden, zwampen. Daar hielden ze zich op. Ze bleven in contact vaak met familie op de plantages, hè, andere tot slaaf gemaakten. Ze probeerden daar levensmiddelen van te krijgen. Soms stalen ze ook wapens, levensmiddelen, wanneer ze een overval pleegden op plantages. Ja, dat was eigenlijk het begin van grootschalig verzet. Dat heette marronage. Hè? De mensen die vluchten van de plantages werden marrons genoemd. Dat was aanvankelijk een denigrerende term. Want marron betekende, was een afgeleide van cimarron uit het Spaans. En dat betekent loslopend vee. Tegenwoordig is het een geuzennaam geworden. En dragen veel nazaten van gevluchte slaafgemaakten de term marron met trots. Zij beschouwen zich terecht als helden die van de plantages vluchten om een beter leven voor zichzelf te zoeken. Nou, ik ga even een sprong maken en ik wil jullie eigenlijk meenemen naar mijn eigen familieverhaal. En ik wil een foto laten zien van mijn grootmoeder, mijn Surinaamse grootmoeder. Een mevrouw die geboren is in 1905. Dit is mijn omaatje. Mijn oma die heette Fanceline, eigenlijk Fanceline Cummings. Jullie horen het al, een Engelse naam. Zij was de dochter van een witte missionaris dochter in Brits Guyana, het buurland van Suriname. En die vrouw, Sarah Cummings, die verwachtte een kind, mijn oma, van een zwarte man. En van die man is alleen vermoedelijk bewaard gebleven dat hij een kleermaker was. Nou, waarom vertel ik dit? Ik wil een beetje invoelbaar maken hoe het na de afschaffing van de slavernij is gegaan. Mijn oma werd dus geboren in 1905. Ja, dank jullie wel. Misschien kunnen jullie de foto even weghalen. We hebben een beetje een indruk. Zij werd geboren in 1905 en dat was 42 jaar na de afschaffing van de slavernij. En je moet je voorstellen dat dat niet heel lang geleden was. Want mijn oma, die werd door haar natuurlijke, door haar biologische moeder afgestaan aan een vrouw die haar heeft opgevoed. En die vrouw die werd Maloui genoemd. En Maloui had nog in slavernij geleefd. Die was 12 toen de slavernij werd afgeschaft. En ze was 22 toen mensen ook werkelijk van de plantages weg mochten. He, want na de afschaffing van de slavernij in 1 juli 1863 waren de slaven verplicht om nog 10 jaar op die plantages te blijven werken. He, dus er werd groot aangekondigd, het is feest, Ketty Kotti, we hebben het in Nederland ook onlangs gevierd, afschaffing van de slavernij. Er was inderdaad feest. De mensen gingen de straten op, prachtig aangekleed. En met zo'n een traditionele anisa, die jullie op de foto zagen bij mijn oma. Een hoofddoek, een gevouwen hoofddoek. En prachtige kotos aan. Hè. Vrouwen die droegen die grote gewaden, die jullie misschien kennen van foto's. Trots en blij dat ze op papier vrij waren. Maar in werkelijkheid moesten ze nog 10 jaar op de plantages blijven wonen. Nou, toen ook die periode voorbij was, in 1873, toen wilden een hele hoop mensen niet meer op die plantages blijven. Landbouw, ja, daar hadden mensen negatieve ervaringen mee. Er was heel veel leed op die plantages gebeurd. Niemand wilde daar meer blijven. En bijna alle voormalige slaafgemaakten trokken naar Paramaribo in de hoop op een beter leven. Nou, je moet je voorstellen, Paramaribo is een niet al te grote stad, zeker toen niet. De mensen stroomden in grote getalen naar die stad en er was eigenlijk geen goede opvang voor ze. Er waren weinig huizen, er waren gebrekkige sociale voorzieningen. De mensen kwamen terecht eigenlijk in de oude slavenvertrekken die op de achtererven achter de grote voorname huizen stonden. En daar in houten barakken probeerden ze een leven voor zichzelf op te bouwen. Nou, en dat heeft lang geduurd. Ook nog jaren na die afschaffing van de slavernij en na de periode van staatstoezicht, zoals die periode werd genoemd, waarin je nog 10 jaar lang werd geplicht om op de plantages te blijven werken,
ook daarna bleef dat nog lange tijd in stand. Nou, dat had natuurlijk te maken met armoede. Voormalige slaafgemaakten die werden de vrijheid ingestuurd met letterlijk niets. Ze hadden geen opleiding, ze konden niet lezen en schrijven, want het was slaafgemaakten verboden geweest om naar school te gaan. Ze konden geen ambacht, anders dan dat je koffie kon plukken of suikerriet kon kappen. Had niemand een vak geleerd waar je in vrijheid jezelf mee kon bedruipen. Een enkeling, die was timmerman op de plantage, die had een streepje voor. Maar de meeste mensen die moesten dus op zoek naar nieuwe vormen van werk. En die armoede, die is, dat heeft de mensen enorm achterop doen raken. Hè? Als je dat vergelijkt met de slavenhouders, de mensen die de plantages bezaten, in beheer hadden. Die werden voor het verlies van hun slaven gecompenseerd door de Nederlandse overheid. Dus het merkwaardige deed zich voor dat iedere slaven-eigenaar kon opgeven, kort voor de afschaffing van de slavernij, hoeveel slaven je had. En voor iedere slaaf kreeg je 300 gulden als compensatie voor het bezit dat je verloor met die afschaffing van de slavernij. Slaven zelf, die kregen dus helemaal niets. Die hadden dan de vrijheid. Maar ja, goed, vrijheid is een heel belangrijk en groot goed. Maar vrijheid krijgt pas echt inhoud als je ook een zelfstandig bestaan kunt opbouwen. Nou, dat heeft heel lang geduurd om uit die achtergestelde positie te geraken. En ook toen mijn grootmoeder naar de stad verhuisde in de jaren 30, was er eigenlijk nog niet heel veel veranderd in die armzalige situatie op die achtererven in Paramaribo. En die achtererven die werden dus door veel mensen bevolkt. Er was alleen stromend water in latere jaren. Aanvankelijk waren dat waterputten waaruit je emmers water moest halen. Nou, in de tropen waren dat broeinesten van muskieten. Hè, die daar hele onhygiënische situaties, waardoor mensen ziekte kregen. Kindersterfte was heel hoog op die achtererven. Er waren open rioleringen. Misschien is het goed om naar zo'n erf te kijken. Ik heb daar een foto van. Kunnen we die even laten zien? Dan heb je een indruk hoe dat eruit zag. Houten huizen, open riolen. En wat veel mensen deden. Ja, dat is hem. Dit is een foto van een fotograaf, Augusta Curiel. Dat is een foto die eigendom is van het Tropeninstituut in Amsterdam. En je krijgt hier een indruk van zo'n achtererf, waar dus veel van dit soort huizen stonden. Rechts zie je waar het jongetje staat, op een plank, dan zie je die open goot. Open riolering, heel onhygiënisch natuurlijk. En iets verderop zie je een mevrouw de was doen, gebogen over een tonne. Nou, dat beroep werd door vrouwen veel gedaan. Vrouwen die ongeschoold waren, zoals mijn oma ongeveer ongeschoold was. Die vrouwen werden wasvrouw. Ze deden de was en ze streken de was voor de rijkere families in Paramaribo. Ondertussen, in de jaren 30, is ongeveer deze foto van, werden de plantages bevolkt door contractarbeiders. Mensen die uit toenmalige Nederlands-Indië en uit Brits-Indië naar Suriname werden gehaald om de plantages te bewerken. Nou, die mensen deden dat overwegend vrijwillig, maar ook hier was er een vorm van misleiding, omdat de mensen werden hele geweldige dingen beloofd. Hè, als je naar Suriname gaat, dan is er veel werk, je krijgt betaald, je krijgt medische voorzieningen, je krijgt een eigen huis. Nou, dat was allemaal stukken minder. En wat ook het geval was, de slavernij was dan wel afgeschaft, maar de infrastructuur van die slavernij, de mensen die dat systeem jaar in jaar uit hadden uitgevoerd, die waren vaak nog dezelfde. Dus er bestonden ook lijfstraffen. De hele behandeling van de contractarbeiders, dat was een harde en vaak onterechte behandeling. Waardoor je bijna kunt praten over dat de mensen betaalde slaafgemaakten waren. Hè?
Nou, deze situatie van die contractarbeiders die dus bedoeld waren om het vraagstuk arbeid op te vangen, duurde tot aan de Tweede Wereldoorlog. En toen ging Suriname een andere fase in. Wat belangrijk is als we praten over wat zijn de gevolgen nu in het heden van kolonisatie, dan is het goed om te bedenken dat Nederland van Suriname eigenlijk een kopie wilde maken van het moederland. Mensen in Suriname moesten eigenlijk zo snel mogelijk Nederlanders worden. En dat gebeurde vooral op de scholen. Er was een leerplicht, dus ook iemand als mijn oma moest naar school, lagere school. En het onderwijs was het Nederlands onderwijs. Dus je leerde, aardrijkskunde, dat was de topografie van Nederland. De provincies van Nederland moest je opsommen. De taal op school was natuurlijk in het Nederlands, hè, terwijl de kinderen thuis een andere taal spraken. Hindoestanen spraken Sarnami, een vorm van het Hindi, nog steeds overwegend. Javanen, Javaans. En de Afro-Surinamers, die spraken de lingua franca van Suriname, hè, de taal die iedereen ongeveer kan spreken. Sranantong, ook wel Surinaams genoemd. Maar op school moest je keurig Nederlands spreken. En OW, als je dat niet deed, dan mocht je je mond gaan wassen met groene zeep. Nou, die cultuurpolitiek die bestond ook op het gebied van religie. Hè. Mensen, slaven, toen slavernij nog bestond, die werden in de nadagen van die slavernij gekerstend. Hè, de Rooms-Katholieke missie en de zending, die waren actief in het werven van zieltjes. Want het was heel belangrijk dat na die afschaffing van de slavernij mensen een christelijk bestaan zouden leiden. En ze geen wraakgevoelens zouden gaan koesteren naar hun voormalige eigenaren toe. Want dan kwam je niet in de hemel. Die cultuurpolitiek die werd bijvoorbeeld ook bedreven door straatnamen en plaatsnamen naar Nederlandse voorbeelden te noemen. Dus in Suriname heb je ook Domburg, je hebt Groningen. Je hebt Alkmaar, je hebt Laarwijk, Nieuw-Amsterdam. Nou, ga zo maar door. Straten in Paramaribo, nu nog ook heel veel, heten Wilhelminastraat. Hè, naar leden van het Koningshuis. Koningin Emma, Prins Hendrik. Nou, wat er dan gebeurde, is dat mensen in Suriname gingen eigenlijk geloven dat hun eigen omgeving minder goed was en dat alleen het moederland een betere versie was van zichzelf. Hè, dus het werd een aanname dat je het beste maar zoveel mogelijk op een Nederlander kon lijken en doen als een Nederlander om de beste kansen te hebben in die samenleving. En mensen gingen hun haar streken, hè, het strijken van kroeshaar. Mensen probeerden een kantoorbaan te bemachtigen, want dan was je zo dicht mogelijk in contact met de Nederlandse elite, die de dienst uitmaakte in Suriname. Dus een gevoel van eigenwaarde en trots zijn op je eigen cultuur werd er uitgesleten en verdween naar de achtergrond. Nou, mijn oma die had dat ook. Die was ook ervan doordrongen dat je vooral keurig Nederlands moest spreken, dat belangrijk was voor de toekomst van haar kinderen. Dat je vooral heel netjes en braaf naar de kerk moest gaan op zondag. En dat haar kinderen ook het liefst naar Nederland moesten gaan, want daar waren de meeste kansen. En dat deden mijn ooms en tantes en mijn vader ook, bijna allemaal in de jaren 60. En ze waren ongelooflijk verrast toen ze in dat veelbelovende moederland kwamen om te zien dat het daar ook geen paradijs was. Het merkwaardige was dat ze in Suriname op de onderste tree van die koloniale klassemaatschappij stonden, met bovenaan de witte mensen, dan de lichtkleurige mensen en onderaan de zwarte mensen. Aan die positie waren ze gewend geraakt, maar nog vreemder was het voor ze om in Nederland een minderheid te zijn opeens, ook zo behandeld te worden, terwijl je ook Nederlander bent. Hè? Die mensen hadden een Nederlandse nationaliteit, waren Nederlands onderdaan. En daarnaast waren ze verrast om in Nederland witte mensen te zien in banen als stratenmaker, vuilnisophaal, loodgieter. Dus het hele besef van moederland en kolonie was heel erg verwarrend. Nou, wat mensen in die tijd deden, was dat ze
zich schikte in die Nederlandse samenleving. Ze voelden zich te gast, wat vreemd was, want de Nederlanders die naar Suriname kwamen, die voelden zich helemaal niet te gast. Die voelden zich superieur aan de Suriname. Maar de Surinamer, omgekeerd, die naar het moederland reisde om daar te gaan wonen, die voelde zich daar te gast en die schikte zich naar de gang van zaken in Nederland. Gedraag je, val niet te veel op, pas je aan, houd je mond. Nou, dat is gelukkig aan het veranderen. Nu tegenwoordig heb je denk ik de tweede generatie, dat ben ik bijvoorbeeld. Maar de derde en de vierde generatie, dat zijn mensen natuurlijk, zoals jullie ook in de zaal misschien, die naar de universiteit gaan, die goede opleidingen hebben en die met terugwerkende kracht een plek opeisen in de Nederlandse samenleving. En ook met terugwerkende kracht die geschiedenis willen herschrijven. Niet alleen vanuit het perspectief van de Europeaan. Wij hebben Suriname ontdekt. Alles wat Surinaams is, dat is minder ondergeschikt aan ons eigene. Nou, dat wordt nu gelukkig in een hele sterke roep om decolonizing knowledge, om dat te herschrijven en om dat perspectief te keren. En om veel meer het eigene te laten zien, te waarderen en dat ook op een voetstuk te plaatsen. Nou, ik heb heel veel gesproken en volgens mij ben ik ook door mijn spreektijd heen. Ik ben ontzettend benieuwd natuurlijk of dit een beetje duidelijk was. En of er misschien vragen zijn. Hoe kunnen wij volgens u het beste deze decolonisatie doorzetten? Ja, dat is een hele brede vraag. Ik denk dat jullie ontzettend goed op weg zijn. Dat het ook heel erg een mentaal proces is, waarbij je moet leren om elkaar te respecteren en ook oprecht interesse te hebben in elkaars achtergrond. En ik denk dat dat stap 1 is. Het tonen van respect en het tonen van interesse. En daarmee ook empathie, hè? Een mooi woord, inleving in de situatie van een ander. Als je afkomstig bent uit een koloniale samenleving, al ben jij achterklein kind van grootmoeder of grootvader die daar heeft gewoond, dan heb je een andere historie dan wanneer je komt uit een gezin van 5, 6, 7, 8, 9 generaties in Nederland of elders in Europa. En ik denk dat het heel mooi is om verhalen te delen met elkaar en ervaringen te delen met elkaar en daar oprecht naar te luisteren. En ik ben zelf heel blij met de brede belangstelling voor het koloniale verleden in Nederland nu. De discussies die op gang komen. Ik denk dat in ieder geval iedereen nu een idee heeft van wat het kolonialisme heeft betekend, hoe diep dat ook gaat. En het zou heel mooi zijn als iedereen met elkaar in gesprek gaat daarover en ervaringen deelt. Dat is wat ik zou hopen. Kan ik hier ook meteen een vervolgvraag over stellen? Ik ben namelijk benieuwd, hoe is de relatie op dit moment? We kunnen het hebben over overheid of cultuur of mensen, economie, tussen Nederland en Suriname. Want ik heb zelf weinig kennis. Ik zie in het nieuws voorbij komen bijvoorbeeld dat er afspraken zijn gemaakt over het leveren van vaccins. Omdat er nu, de laatste tijd is het gewoon best wel erg geworden in Suriname. Ik heb er de details niet van. Maar is dat een voorbeeld van een goede progressie in de relatie? Ja, de relatie tussen Suriname en Nederland, die heeft altijd bestaan. Hè? Die is niet opgehouden na de onafhankelijkheid in 1975. Er is altijd, zijn er uitwisselingen geweest, zowel op politiek niveau als tussen mensen en organisaties in beide landen. We delen een taal, we delen een geschiedenis, hoe pijnlijk die geschiedenis ook is. En het zal ook nog lang duren voordat die samenwerking wordt gestopt. Nou, er is natuurlijk een nieuwe regering in Suriname aangetreden, waardoor de samenwerking makkelijker is geworden tussen Nederland en Suriname. En die is ook uitgesproken dat er op basis van gelijkwaardigheid weer hulp wordt verleend aan Suriname. Nou, in hele concrete zin inderdaad de vaccins die geleverd zijn.
Maar er wordt nu ook vanuit Nederland technische bijstand geleverd op een aantal cruciale vlakken, hè, waar Suriname om heeft gevraagd. Om het herinrichten van het monetaire stelsel bijvoorbeeld. Op het gebied van de rechtsstaat bijvoorbeeld. Defensie, handel en economie. En nou ja, dat is natuurlijk heel mooi dat je kennis deelt met elkaar om een land als Suriname nou ja, naar een hoger plan te brengen. Hè, er is heel veel kennis weg uit Suriname. Er is ook heel veel kennis gebleven op andere vlakken, hè, waar Nederland misschien weer iets van kan leren, zoals de multi-etnische samenleving. In Suriname kennen we, hè, zoals ik uitlegde, heel veel verschillende etniciteiten die met elkaar in het land leven zonder noemenswaardige spanningen. Dus Nederland biedt een reikende hand, helpt heel pragmatisch met een aantal zaken. En omgekeerd denk ik dat Suriname ook aan Nederland iets te bieden heeft in de vorm van een rijke samenleving met heel veel verschillende culturele uitingen die heel goed samenleven. Dus zijn vraag is, hoe denk jij dat Suriname zou ontwikkelen als Suriname niet was gekolonialiseerd? Ja, dat is een mooie vraag, want het bijzondere, als ik door het Caribisch gebied reis voor COVID, dan valt het me altijd op hoe die samenlevingen, de Caribische landen, zijn gevormd ingrijpend door slavernij. Overal tref je er een Afro-Surinaamse gemeenschap en die was er oorspronkelijk niet. Oorspronkelijk werd dit deel van de wereld bevolkt door nomadisch levende inheemse stammen. In een heel ongerept landschap. Nou ja, als je dat voorstelt, dan zou, hè, er zou dus geen ingrijpen zijn geweest vanuit Europa, dan zou dat nog de realiteit zijn. Een heel leeg land met een inheemse bevolking die in stamverband woont en mogelijk niet meer nomadisch is, maar op een vaste plek woont. En dat is bijna niet meer voor te stellen, want gek genoeg zijn zoveel delen van de wereld gekoloniseerd, dat we bijna niet meer een voorstelling kunnen maken van gebieden die nog puur zijn gebleven. Ja, dat zijn hooguit delen van een land die vrij onbegaanbaar zijn. Maar ja, je zou dus een oorspronkelijke taal hebben gehad, verschillende inheemse talen. En ja, ook de samenstelling van de bevolking zou veel eenzijdiger zijn, alleen maar inheemse. En in veel grotere getalen, want natuurlijk is zoals jullie weten, de inheemse bevolking in de nieuwe wereld, zoals dit deel van de wereld werd genoemd, behoorlijk uitgeroeid. Dus ja, het zou een compleet ander land zijn geweest. In Nederland is het besef voor het koloniale verleden steeds groter, maar hoe is dat besef in Suriname op dit moment en wat wordt er gedaan om het besef groter te maken? Nou ja, dat is ook een goed punt natuurlijk. Suriname heeft zulke grote problemen op dit moment, dat je bezighouden met het verleden is bijna een luxe die je niet kunt veroorloven. De economische crisis is heel groot. Daar komt de COVID-crisis nog een keer bovenop. De gezondheidszorg is in een erbarmelijke staat. Onderwijs heeft ingrijpende vernieuwingen nodig. Dat maakt dat de aandacht niet ligt bij het verleden, maar bij hele urgente problemen in het hier en nu. Dat wil niet zeggen dat het verleden helemaal geen rol speelt. Natuurlijk wordt Keti Koti hier uitgebreid gevierd. Dit jaar vanwege COVID niet, maar andere jaren staat het volop in de belangstelling. Er zijn ook mensen die zich inzetten om de geschiedenis te documenteren. Bijvoorbeeld een instelling als het Nationaal Archief Suriname. Die doet daar heel goed werk in. En private instellingen zoals het Surinaams Museum. Dus er wordt gewerkt aan het documenteren van de geschiedenis en ook aan het herschrijven van de geschiedenis. Er zijn in Suriname natuurlijk ook historici die proberen een andere kijk op de geschiedenis te brengen door nieuw onderzoek te doen. Nou, in andere bronnen, bijvoorbeeld ook over de rol van vrouwen in de geschiedenis. Hè. Nu lijkt het altijd alsof alleen maar mannen de geschiedenis bepaalden. Dat is natuurlijk ook niet zo. Er waren ook vrouwen actief. Maar het is helaas zo dat Suriname hele dringende problemen heeft en daardoor ook veel minder grote schaal dan in Nederland bezig is met het verder uitzoeken
en op de kaart zetten van het koloniale verleden. Gelukkig gebeurt dat in Nederland wel. En dat is soms voor mij merkwaardig, hè, dat er heel veel wordt geschreven over Suriname. En dat er weinig geluid uit Suriname komt. Maar je moet ook bedenken dat Suriname een hele kleine bevolking heeft. Van nog geen 600.000 mensen. Dus dat is misschien het inwonersaantal van de stad Utrecht. Hè? Dus op alle gebieden zijn er heel weinig professionals actief. Waardoor de roep vanuit Nederland met veel meer experts op verschillende deelgebieden groter en sterker is dan de vuist die vanuit Suriname gemaakt kan worden. Maar wel degelijk zijn mensen zich bewust van het koloniale verleden. Maar de blik is meer naar de toekomst gericht dan naar de geschiedenis. Toch lijkt het me best wel confronterend, Tessa. Je had het ook over de namen van de steden, de straatnamen, Wilhelmina-straat, die gewoon een constante herinnering zijn, lijkt me, aan het koloniale verleden. Maar daar ligt natuurlijk niet de prioriteit, zoals je zei, maar het is wel heel erg aanwezig. Ja, het is heel erg aanwezig. En soms ook voor mij nog schrijnend. Ik kwam erachter dat Stoelmans Eiland, dat is een eiland in de Marowijnenrivier, grensrivier met Frans-Guyana, dat meneer Stoelman iemand was die bospatrouilles leidde. Dat waren expedities om marons terug te halen. Hè? Dus gevluchte, slaafgemaakte terug te halen. Dat wij een klein eiland hebben in Suriname dat naar die manier vernoemd is, Stoelman. Ja, dat zijn natuurlijk de zotte dingen. Maar je begrijpt dat alles, iedere verandering, dat neemt werk, hè, houdt werk in. Er moet een commissie zijn die zich daarover gaat buigen en die wel overwogen beslissingen neemt van wat gaan we daarmee doen? Gaan we die naam veranderen? Of gaan we daar een context bij plaatsen? Zoals je dat ook in Nederland ziet, zetten we bordjes bij bepaalde standbeelden. Er gebeurt overigens wel het een en ander. Er is een standbeeld opgericht van een vrouw die verzet heeft gepleegd, een Hindoestaanse vrouw die verzet heeft gepleegd op een plantage. Dat zijn kleine en belangrijke uitingen van zelfwaarde. Hè, want daar gaat het natuurlijk heel erg over. Over die zelfwaarde die decennia lang werd onderdrukt. Dat eigene. En die trots die begint steeds meer toe te nemen. Je merkt het bijvoorbeeld ook in het gebruik van Sranantongo. Nou, dat was vroeger echt not done. Ik woon nu 25 jaar in Suriname. En toen ik kwam... Ja, als je Surinaams sprak, dan vonden mensen dat eigenaardig. Want mensen zeiden dan snel, maar ik spreek ook Nederlands hoor, om aan te geven. Want ik ben echt wel naar school gegaan. Nou, nu kun je Surinaams praten zonder dat mensen denken dat je misschien niet intelligent bent. Dus je merkt die verandering. Hè? Ook in Nederland, als ik in Nederland ben, dan hoor ik om me heen in de tram bijvoorbeeld woorden in het Surinaams. Dat vind ik altijd heel, heel grappig, maar ook heel mooi, dat die taal... Ook in Nederland, hè, woorden als osso en matti, dat in Nederland doordringen in de taal. Dus het is een geleidelijk proces en we zijn er nog niet. En we worden hier voortdurend omringd door Nederlandse uitingen. We hebben bijvoorbeeld iedere avond het NOS-journaal op tv. Iedere avond weten wij wat er in Nederland gebeurt en hoe het weer is in Nederland. En in Nederland omgekeerd zijn er natuurlijk maar heel weinig mensen met Suriname bezig. Dus die blik is nog steeds gericht op de Noordzee. En het zal nog een tijd duren, denk ik. Tessa, je vertelt, zeg maar, je kijkt in Suriname NOS. Elke avond kun je zien wat het weer is in Nederland. Maar is er ook genoeg kennis om hier over de eigen geschiedenis te doseren op school? Nou ja, veel boeken die we in Nederland gebruiken, geschiedenisboeken, zijn ook door Nederlanders geschreven. Dus het is wel weer vanuit een ander perspectief geschreven. Ja. Er is wel een herschrijving gaande. Hè? Er zijn wel geschiedenisboeken nu die geschreven zijn door herschreven zijn door Surinaamse historici. Dat proces is zeker gaande. Er is in het lager onderwijs en de MULO, en hier heb je nog de vierjarige brug naar voortgezet onderwijs MULO, is er veel aandacht voor slavernij. Dat is dus bewust op de kaart gezet door het ministerie van Onderwijs. Dus mensen in Suriname zijn wel doordrongen van die geschiedenis. Kijk, wat nog minder zo is, als je een land bent, een ontwikkelingsland, dan... is dat gevoel van eigenwaarde nog niet
volledig daar, omdat je eigenlijk zo vaak een beroep moet doen op een rijke land, in dit geval vrijwel altijd Nederland, dat je kan helpen. Hè? En dat blijft natuurlijk een ongelijkwaardige situatie. En dat is helaas nog steeds het geval. En Suriname is hard op weg om uit deze economische situatie te geraken. Maar de ongelijkheid ook natuurlijk door die kolonisatie, die ongelijk start, waarbij zoveel hulpbronnen natuurlijk zijn naar Nederland zijn gevloeid. Zoveel kennis ook naar Nederland is gevloeid, omdat het een arm land is. Heel veel brain drain, heel veel mensen zijn weggetrokken uit Suriname. Ja, om dat tijd te keren, dat betekent ook dat Suriname successen moet boeken, zodat mensen in Suriname blijven en dat kennis naar Suriname stroomt. En pas dan zul je op gelijkwaardig niveau met elkaar om de tafel kunnen gaan zitten. En dat is een proces, dat is een lang proces. Maar erkenning dat landen achterop zijn geraakt door kolonisatie, dat vind ik een belangrijke eerste stap. En dat het ook dus voor landen die, zoals Nederland en andere Europese landen, die daar een rol in hebben gespeeld, een verantwoordelijkheid is om die landen vooruit te helpen. En dat die verantwoordelijkheid niet is gestopt in 1975. Dus het jaartal dat Suriname onafhankelijk werd. Hè? En dat wordt ook zo gevoeld. Er is nog steeds hulp vanuit Nederland. En dat gaat soms moeizaam, omdat je natuurlijk verschillende culturen hebt en de geschiedenis beladen is. En er ook oude systemen zijn waarbij mensen soms onbewust in een superiore rol belanden. Hè? Maar het is heel belangrijk om dat verleden onder ogen te zien. Te beseffen dat je uit verschillende kokers komt, zowel cultureel gezien, maar ook keihard in geld en in bezit en in vermogen, omdat je dat ontnomen is en omdat je op eigen kracht nog niet de gelegenheid hebt gehad, de mogelijkheid hebt gehad om je eigen hulpbronnen volledig in te zetten voor jezelf. Dus er is nog een lange weg te gaan. Dank je, Tess. We hebben nog een vraag van de chat. Als iemand graag nog meer over Suriname wil leren, waar zou diegene dan het beste kunnen beginnen? Volgens jou. Naar Suriname komen natuurlijk. Ik nodig jullie allemaal van harte uit om een keer te komen. Het is een prachtig land. Het is niet een land waar je de hele dag met de geschiedenis bezig bent. Maar het is een land met prachtige bossen. Het is 98% tropisch regenwoud. Dat is ongelooflijk uniek. Hele traditionele stammen leven nog in het binnenland. En die kun je, daar kun je naartoe. Je kunt in contact komen met die mensen. Het is een fantastisch land. Een land dat nog niet door het grote toerisme is ontdekt. Dus waar je zelf heel veel kunt ervaren. Dus ik zou zeggen, kom en doe je... ervaar zelf hoe het is. Het is een hele vriendelijke bevolking. Een hele kleine bevolking dus. Dus al heel snel word je opgenomen in een sfeer van wij kennen elkaar. En veel mensen die in Suriname zijn geweest vinden dat een unieke ervaring. En komen heel graag terug. Dus kom naar Suriname en ervaar zelf hoe het is. En als je dat niet kunt, kijk naar documentaires. Op YouTube is heel veel te vinden over de geschiedenis van Suriname. Bekijk de beelden. Er zijn films gemaakt, er zijn ongelooflijk veel boeken over verschillende onderwerpen te vinden. En praat ook met mensen die uit Suriname komen, zoals Precious, misschien andere mensen in de zaal. Stel eens een paar vragen, hoe was dat toen je opgroeide? Wat speelde jij? Waar ging je naartoe in het weekend? En dan zal je zien eigenlijk ook dat mensen niet heel veel van elkaar verschillen, maar dat we ongelooflijk veel gemeen hebben natuurlijk. Dat iedereen leuke dingen wil doen en dat iedereen graag omringd is door vrienden en familie. En dat we meer gemeen hebben dan dat we dat niet hebben. Maar in contact te staan met elkaar en elkaar niet te blijven zien als wij aan de ene kant en zij aan de andere kant. Ik denk dat dat een belangrijke voorwaarde is om muren te slechten. Ja, dat lijkt me heel erg goed om elkaar van elkaar te leren. Wat gaan we straks doen als we gaan borrelen? We hebben nog wel tijd voor één vraag. Heeft er iemand nog een laatste vraag? Dus de vraag concreet is, wat wordt er in Suriname aan gedaan om het onderwijs van onderaf, het eigen onderwijs op gang te krijgen? Ja.
Ja. Weet je dat, Tessa? Nou, het is een hele brede vraag natuurlijk, want er moet heel veel gebeuren in het onderwijs. Hervormingen die in gang werden gezet, zoals het uitbreiden van de basisschool met 2 leerjaren, dat je, wat is het, een 9 en dan straks 10-jarige basisschool hebt. COVID is een enorme spelbreker. Hier gaan de kinderen al een jaar niet naar school. Hoger onderwijs ook niet, universitair onderwijs ook niet. Dus dat is een grote setback. Daarnaast hebben we de taalproblematiek. En als je het bijvraagt, is dat de grootste moeilijkheid van het Surinaamse onderwijs, de Nederlandse taal. Een alternatief is er niet echt. Maar het betekent dat kinderen in het hele diepe binnenland, die in het tropisch regenwoud wonen, dat die in het Nederlands les krijgen op school en verder dat nooit horen in hun dagelijks leven. Nou, je begrijpt dat die kinderen heel veel moeite hebben om zelf de lagere school af te ronden. Dus de taalproblematiek is een hele grote. En er zal naar mijn mening heel veel moeten worden gedaan om dat Nederlands blijven onderwijzen, extra les te geven, zolang je het Nederlands hanteert op de scholen. Daarnaast vind ik het opvallend voor de kinderen, de jongeren die wel door blijven stromen, zoals specials bijvoorbeeld, dat die overwegend heel goed aansluiting vinden in dat Nederlands onderwijs. En dat komt misschien omdat het Surinaamse onderwijs nog heel degelijk is. Je leert heel goed rekenen. Het is een hele hiërarchische structuur, waarbij je luistert naar de meester, je luistert naar de juf, je huiswerk maakt. En als je dat allemaal goed doorloopt, dan heb je vrijwel geen moeite om door te stromen in het onderwijs in Nederland. En dat is natuurlijk je kans op een hele goede opleiding en later een goede baan. Dus heel veel drop-outs in Suriname door die Nederlandse taal onder andere. En door het ouderwetse type onderwijs. Aan de andere kant, de happy few die dat aankan, die stoot zeker door. Dus er wordt op dit moment te weinig gedaan. De focus is bij COVID, het overwinnen van COVID. Er zijn wel plannen om ook digitaal onderwijs mogelijk te maken. En om met nieuwe leesmethoden te gaan werken bijvoorbeeld. Maar die plannen zijn te weinig en nog niet in gang gebracht ook. Dus dat beantwoordt je vraag niet helemaal misschien. Maar het is nog een beetje wat het is allemaal. En wel met plannen om het te verbeteren, maar ook met duidelijke onmogelijkheden zoals het obstakel, de taal. En zo blijven we verbonden aan dat oude moederland. Behoorlijke uitdaging. Even kijken naar de klok. Heeft er nog iemand een laatste korte vraag voordat we gaan afsluiten en doorgaan naar de borrel? Hebben we nog iets van online? Hoe zie jij de toekomst van Suriname en wanneer we eigenlijk af zijn van deze kolonisatie of after-kolonisatieperiode? Ja, ik denk dat er een goede weg is ingeslagen door deze regering om de economie te gaan saneren. Heel veel zaken die al aangepakt hadden moeten worden, die worden nu doorgevoerd. Dat zijn pijnlijke maatregelen. Maar die zure appel die moeten we aan hier met z'n allen. En er is natuurlijk een lichtpunt aan het einde van de tunnel. En dat zijn de 4 grote olievondsten die gedaan zijn voor de kust van Suriname. Naar verwachting duurt dat 5 tot 6 jaar voordat die kunnen worden geëxploiteerd. En dat zou een hele grote gamechanger kunnen zijn voor Suriname. In de vorm van inkomsten. En met inkomsten, als die goed beheerd worden. Wat natuurlijk een ander punt is. Als die goed beheerd worden, dan zou deze hele kleine bevolking in Suriname plotseling er veel beter voor staan dan nu. En dan groei je ook vanzelf naar een gelijkwaardige situatie. Kijk, als je bedenkt dat Amerika een kolonie was van Engeland, dan kun je dat nu bijna niet meer voorstellen. Hè? Want de landen zijn aan elkaar gewaagd en hebben min of meer dezelfde levensstandaard. Een land als Brazilië was een kolonie van Portugal. Ja, daar hebben heel weinig mensen het nog over. En zo zal de tijd, hè, Suriname is nog geen 50 jaar onafhankelijk. De tijd zal natuurlijk maken dat we steeds verder van elkaar afkomen te staan. Alleen nog maar zakelijke relaties gaan onderhouden, denk ik. Omdat het voor beide een win-win situatie zal zijn. En de taal zal ons blijven binden, vermoed ik. Maar ik denk dat als Suriname het
het huiswerk goed doet, er over een jaar of 10 een stuk beter voor staat met inkomsten uit natuurlijke hulpbronnen. En hopelijk ook het regenwoud goed beschermd en bewaard. En dat er dan echt sprake kan zijn van een gelijkwaardige relatie. En nou ja, daar ga ik wel vanuit. Goeie laatste vraag, dank je. En dank je, Tessa. Ik denk dat wij gaan afsluiten, Precious. Ja, ja, bedankt, Tessa. Het is natuurlijk een pijnlijk verleden, maar het is goed om erbij stil te staan. Ja, wat onze Surinaamse voorouders hebben meegemaakt. En ook hoe we het vanuit hier gewoon verder, ja, hoe we verder kunnen gaan. Ja, ik denk dat we de lezing dan zullen afsluiten. Nogmaals, hartelijk dank, Tessa. Dank aan Klaas, Thijs en Sharoj voor de Zoom. En natuurlijk mijn heel Subest Delft team. Ja, dankjewel. Graag gedaan en veel plezier bij de borrel straks. Ja. Dank je.